Zo, daar ben ik weer. Een nieuwe aflevering. En zoals je kan zien, ik ga het hebben over sushi. Ik hou van sushi. Ik vind sushi lekker. Ik ga regelmatig naar een sushi restaurant met een vriendin van me. En dan kunnen we eten wat we willen met alles erop en eraan. Ja, wat ook tegenwoordig nieuw is, is sushi in de supermarkt. Je kent wel eens bijvoorbeeld wat je wel eens in de normale koelkast ziet. Van onder andere Appie Heijn. Daar vind je gewoon van die bakjes met sushi. En die vind ik niet zo lekker. Ik heb daar niet zoveel met die sushi. Maar er is weer wat nieuws. En dat is sushi uit de diepvries. Ja, geloof het of niet, deze meuk komt uit de diepvries. En ik heb dit alvast voor jou uit de diepvries gehaald. Dat je niet 2 à 3 uur hoeft te wachten. En dan, anders duurt het eigenlijk wel heel erg lang de aflevering. Nou, wat zit er in deze doos? Nigiri zalm. Nigiri garnaal, California rolls. Dat vind ik echt gewoon super lekker. Garnaal en wortel. Maki zalm. En maki komkommer. Ja, natuurlijk moet er komkommer bij zitten. Echt, de meest kansloze sushi zit er gewoon in. Even kijken. Nou, hier staat nog ook alles nog een keertje. Nou, dit is dan een... Dat je hem zo kan neerzetten, fantastisch. Kijk, wat zit er nog meer in? Nou, hier staat nog wat info. 45 gram sushi, oké. 3 nigiri, 2 nigiri met grote garnaal, 2 California, 1 rol met wortel en sesam, 2 maki zalm en 2 maki komkommer. Inclusief sojasaus, zo. Gember en wasabi met eetstokjes. Dat is wel kikkie is dat eigenlijk. Alright. Nou, ga maar even openhalen. Ik hoop dat dit een beetje lekker is eigenlijk. Oh jeetje. Dat ziet er heel erg... Ja, wat moet ik hiervan zeggen? Onaantrekkelijk uit eigenlijk. Oh, alles valt eruit. Dit is natuurlijk de gember. Dan hebben we natuurlijk die sojasaus. Waar is dan de wasabi eigenlijk? Zou er ook wasabi in zitten? Zie je het nog in de doos? Er is ook niks in de doos. Waar de fuck is de wasabi? Oh, daar is de wasabi. Nou, mooi. Oké. Okay. Dan gaan we het maar eventjes op een bordje neerleggen, toch? En stokjes trouwens. Nou, dat zijn hele mooie stokjes. Zoals het hoort eigenlijk. Kijk, een bordje erbij. Ik vond het wel toepasselijk om een bordje te gebruiken met allemaal Chinese of Japanse tekens. Ik heb geen flauw idee, ik heb er geen verstand van. En dan gaan we maar eens even proberen of dit een beetje te vreten is. Ja, wat ik altijd trouwens doe, ik zal waarschijnlijk wel weer commentaar hierop krijgen. Maar ik doe altijd even de wasabi samen met de soja. Godverdomme kutzakje. Ga eruit, groene drap. Dat lijkt wel stront van een kip of zo, weet je. Maar, nogmaals... Ga er verdomme uit! Jezus! Hop! Ik krijg dit typisch dingetje. Het ziet eruit als een visje. En ik weet wat ik wil zeggen, ik gooi het altijd door elkaar. Ik weet niet. Ik doe het ook in de restaurant ook altijd. En vind ik wel lekker, eigenlijk. Even roeren die teringzooi. Oh, ben ik toch ook een mogol. Deze kant dan maar. Het is al wel goed ontdooid eigenlijk. Dat is dan wel weer een voordeel. Oké. Stokjes. Nou, dan hou deze fantastische... God, het ziet er echt niet uit, deze sushi. Moet je kijken. Heel bland. Geen passie. Ik ben ook bang dat het zo gaat smaken. Weet je wat, fuck it. Ik gooi het gewoon met mijn handjes erop hoor. Jullie kennen me wat. Oeh, het is nog echt goed bevroren. Dat ik zeker weet dat ik dit echt een uurtje of 2, 3 uit de diepvries heb gehaald. Dan is die pleurt al uit elkaar. Bekijk dit dan. Jezus. Echt waar hé. Hop. Ik maak er een mooi bordje van.
Even zo hoor. Ik maak er een mooi bordje van. Nou. Geweldig. Al deze dingetjes erin. Hup. Er zit echt geen passie in deze vis sushi's. Totaal niet. Nou, een plaatje. Maar nou gaat het even om... Oh, kut. Mijn ding valt bijna om. Nou gaat het erom of het natuurlijk ook lekker is. Nou, dan ga ik natuurlijk mijn sushi skills laten zien. Dan begin ik eerst maar gewoon met dit dingetje. Met een zalmpje. Met even dit spul erop. Alright, gaan we dan. Oh god. Nam. 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 Het is wel lekker, maar het is niet vies. Maar waar ik er zo bang voor was, is het is een beetje weinig smaak aan. Ja, misschien dit ding dan. Zo'n roll. Sesam. Kijk dan, er zit helemaal geen kleur meer aan. Dus, de sesam heeft dezelfde kleur als het rijst. Nou ja, nog een keer. Deze even. Ah. Nee, ook niet veel smaak. Een kommetje dan. Ja. Ja. Het is wel lekker. Maar er zit niet zoveel smaak aan. Misschien even een zalmpje dan. Ja. Eigenlijk hetzelfde. Het is niet vies, maar bijzonder is het niet echt. Maar, nou, de laatste dan heb ik ze allemaal geproefd. Hup. Jezus Christus, fuck it, gewoon met mijn handen dan maar. Hup, fuck it, hup. Ah. Nee. Nee. Het is niet vies dit, maar het biedt echt absoluut niet wat je in een sushi restaurant. Het is geen niet representatief, totaal niet. Maar het is ook niet vies. Zeker niet vergeleken met de dingen wat ik hiervoor gehad heb. Je zit toch best wel te doen eigenlijk. Maar ja. Ik ga het wel opeten. Dat fuck het gewoon in mijn handen. Dat mag ik gewoon. Dat komt wel goed. Nou. Sushi. Voor 3,50.